Alleen zo niet. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Prison Architect. De vorige week ben ik hier gebleven en ik had dus de was gemaakt, of ja, wasruimte. En nou ja, ik had dus een opname gebouwd, die was fout gegaan om een of andere reden. Dus ik had eigenlijk al een nieuw celblok hier neergezet. Dus nu wil ik deze aflevering in ieder geval deze celblok hier gaan uitbreiden. Oh ja, en ik heb dit onderste gedeelte ook eventjes erbij gekocht. Weet ik wel eigenlijk. precies, ja. Voor veiligheid of zo, denk ik. Dus, ik ga nu in ieder geval gewoon alvast beginnen. Want ik had al een blauwdruk neergezet. Dus dat is allemaal heel soepel en alles. Nou, deze muur mag ik vast wel weg. Dus ja, ik weet niet precies hoe lang ik deze aflevering ga maken. Ik weet niet precies. Ja, even kijken. Er komt nu één gevangene binnenkort binnen. Maar we kunnen er eigenlijk nu wel wat meer in kwijt. Dus ik ga er gewoon alvast voor 300. Want we kunnen er in principe 301 kwijt. Oké, en dan komt alles weer goed, hoop ik. We zien eventjes ook de stroomleidingen overal een beetje neerleggen. Hoppakee. Even zien. Want waarschijnlijk moet ik dan wel de kantine en zo, moet ik dat gewoon eentje uitbreiden. Want deze muur, dat is een beetje annoying als dat zo zit. Oh my god. Moet nu gerepareerd worden, dat is geen goed idee. Dus ik denk dat ik zelf de volgende aflevering ook ga beginnen met snipertorens even neerzetten. Want als ze via deze manier al naar buiten komen, ja, dat is niet de bedoeling. Nou, ik kan vast eventjes de grondonderzoek weer eventjes regelen. Zo. Even kijken, ga ik dit ook wel nog alvast eventjes volledig alvast eventjes maken. Nee, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Wacht even. Kijk, dit gaat anders makkelijk.
dat hoort dan natuurlijk weer niet. Even kijken, gaan we ook alvast eventjes een patrouille hier nu laten lopen? Zoiets. Onbeveiligd bij de deur wilden ze gaan. Oh ja, dan moet er natuurlijk ook een waterleiding komen. Laat ik mooi tot hier lopen. En dan... Oké, deze moet ik al wel eventjes langer laten maken, denk ik. Zo. Eens even zien. Nou, dat komt allemaal wel. De blauwdrukken die kan ik dus alvast eventjes weghalen. En dan ga ik gewoon alvast eventjes de blauwdrukken voor de bewakingstorens neerzetten. En die zijn... Ja, 4x4. Daar komt er eentje... hierheen. Waarom heeft deze geen stroom? Oké, nou ja, in ieder geval, we gaan gewoon even verder met tekenen. Daar eentje. Snipers die kunnen volgens mij behoorlijk of die hebben een behoorlijke ver range. Ja, dan zijn het ook snipertorens. Moet je hier weer een hoek. En dan hier nog eentje. Top. Dan zijn dat alle snipertorens die er komen. Op het moment dan, hè, tenminste. Oké, en ze zijn nu nog de celblokken in ieder geval nog een beetje aan het afmaken. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like, abonneer op mijn kanaal. En zie ik volgende keer weer. Later.